In dit filmpje leg ik jullie uit wat we vandaag gaan doen met rekenen. Kijk maar mee. We gaan het hebben over wegen met een personenweegschaal. En eigenlijk bestaat het woord uit meerdere stukjes. Een personenweegschaal, een weegschaal voor personen. Op deze weegschaal weeg je dus mensen. Eigenlijk zijn er twee soorten weegschalen. Hier zie je ze. Op de ene staan alleen getallen en op de andere staat een soort getallenlijn. Nou ben ik heel benieuwd. Hoeveel weeg jij? Zet zo je filmpje even op pauze en kijk in je huis of jullie een personenweegschaal hebben. Wat voor soort weegschaal is het? En ga er eens op staan. Welk gewicht komt eruit? Zet het filmpje maar op pauze om deze opdracht te doen. Dat is je vast gelukt. Wat voor weegschaal hebben jullie? Want er zijn twee soorten. Er bestaat een digitale weegschaal. Dat is een weegschaal die je hier ziet op het plaatje. 64.0 kg staat hier. 64.0 kilogram. 64 kilogram. En nog een beetje kan erachter zijn. Bijvoorbeeld 64.1 of 64.3. Dat betekent 64 kilo en 300 gram. We hebben ook een analoge weegschaal. Die zien we hier. Eigenlijk zie je rond op de analoge weegschaal een getallenlijn lopen. Op het rechterplaatje zie je dat ik het iets heb ingezoomd en daar kun je zien hoeveel je weegt op deze weegschaal. De wijzer staat tussen de 50 en het volgende tiental, tussen de 50 en 60. Als ik de kleine strepen stel, tel ik 51, 52, 53, 54, 55, 56. De persoon op deze weegschaal weegt dus 56 kilo. Dit noem je een analoge weegschaal met de wijzers net als bij een analoge klok. Jullie mogen zo meteen van les 2 opdracht 1, 2 en 3 maken. En die zal ik even kort aan jullie uitleggen. Je gaat straks naar week 28 les 2, waar we gaan wegen met een personenweegschaal. Je maakt opdracht 1, 2 en 3 en een plusje. En eerst zie je nog een heel klein stukje herhaling van wat we al hebben gedaan. Gaan we naar opdracht 1b. Hier zie je zo'n weegschaal staan. 70, 80, 90. Hoeveel kilo weegt de persoon op deze weegschaal? Hij staat precies op 80. Dus hier is 80 het juiste antwoord. Hoeveel is dat op deze weegschaal? Kijk heel precies. De wijzer staat tussen 40 en 50. En eentje verder dan 40, na 40 komt 41. Dus het juiste antwoord hier is 41. Hier hebben we een digitale weegschaal. Er staat 29.0 kilogram. En wat je dan mag invullen is 29. Want je leest hier 29. En op deze? Hoe zwaar is het kind op deze weegschaal? Heel goed. Het enige wat je hoeft in te vullen is 32. En dan kan je door naar de volgende opdracht. Ik hoop dat ik jullie zo een beetje op weg heb geholpen. Heel veel succes met de les en tot snel!